In Brokopondo in het dorp Klaasgreek is de weg vandaag wederom gebarricadeerd. De situatie met de politie liep zodanig uit de hand dat er zelf waarschuwingsschoten zijn gelost. Eerder lieten districtscommissaris Ludwig Mendelsohn en minister Amoxi weten dat wegbarricades een verstoring zijn van de openbare orde. Daarom is de politie genoodzaakt op te treden. De burgervader wijst erop dat de mensen die vandaag de weg hebben gebarricadeerd een andere groep is dan zij die vrijdag de weg hebben gebarricadeerd. Ook vindt Mendelsohn dat mensen worden opgehitst om deze vormen van protesten uit te voeren. De dorpen vallen allemaal onder de gezagdragers, maar het is gebleken van dat de gezagdragers niet de grip heeft over hun bevolking. Zeg maar het gezag van de kapitein en Bashas is een verlengstuk van de regering. Ja. Zo het taak is van de overheid om de openbare orde en de rust en de openbare veiligheid te handhaven, is het ook hun taak. Mm-hmm. Ja, en als ze niet in hun dorpen voor elkaar kunnen krijgen om de orde en de rust te handhaven, dan moet de overheid maar zelf kijken hoe we verder kunnen of niet. De mensen worden wel opgehitst. Door? De mensen worden opgehitst door mensen die ook bestuurlijke verantwoordelijkheden dragen. Oh. Ja. Dat moet wel gezegd worden. Ja. En als bestuursorgaan zeg ik dat, omdat ik weet van dat gaande is. De situatie in Brokopondo was dusdanig dat actievoerders met voorwerpen hebben gegooid naar de politieagenten. Dit was te zien op beelden die op sociale media zijn gedeeld.